Dag Veerle, we staan hier op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty. Stel je eens even voor, alsjeblieft. Ik ben Veerle Delmont, ik ben 28 jaar en ik woon in Lübeck en ben zaakvoerster van Perfect Nails. Ik werk dus als nagelstyliste en ben onlangs afgestudeerd als schoonheidsspecialiste. Schoonheidsspecialiste, wil dat ook zeggen dat je straks in je zaak als schoonheidsspecialiste wil werken? Zeker en vast. Ik breng heel graag het mooie innerlijke van de mensen naar boven. Veel mensen die zijn heel onzeker over hun uiterlijk. En als je hun dan kunt tonen van ja, op die of die manier, zet je sterke punten in de verf. En dan ziet je er een pak beter uit. Je hebt meer zelfvertrouwen. Waardoor je er opnieuw weer beter gaat uitzien. En dat maakt mensen gelukkig. Waarom heb je eigenlijk voor dat beroep gekozen? Ik heb eigenlijk lang getwijfeld. Omdat ik eerst gestudeerd heb. Maar het is toch al van kind bijna van een passie die ergens blijven hangen is. En ik ben heel blij dat ik die nu toch tot uitvoering kan brengen. Hoe uitte zich dat als kind, die passie? Ik speelde toch wel heel graag kappertje en zo. En mama en de vriendinnen schminken van die dingen, staartjes maken bij iedereen. Wat droom je te bereiken zo in de wellnesssector? Een bloeiende eigen zaak natuurlijk. De mensen die bij mij langskomen gelukkig en mooi maken. Ja, dat is natuurlijk een mooi doel, hè? Ja. Waarom doe je eigenlijk mee aan de misverkiezing? In de eerste plaats voor ervaring. Dit is nieuw voor mij. Ook om nog meer zelfvertrouwen te krijgen. En om de sector zelf ook nog beter te leren kennen, omdat ik toch vrij nieuw erin ben. Hoe ben je eigenlijk als meisje of als vrouw? Misschien zelf wel een beetje onzeker, maar toch ook wel spontaan en sociaal. Ja. Maar je wilt andere mensen daar ook mee helpen, in feite? Zeker en vast. Dat is toch mijn eerste doel. Ik ben een vrij behulpzaam iemand. Als ik iemand kan helpen, ga ik het zeker doen. Hoe komt het nu dat je aan zo'n misverkiezing meedoet? Dat is eigenlijk heel toevallig gebeurd. En ik ben eigenlijk blij dat ik erin terecht ben gekomen. Hoe toevallig is dat gebeurd? Ik kwam de mensen van de verkiezing tegen op de esthetica-beurs en vandaar. Ja. En wat denk je nu te bereiken met die verkiezing? Meer mensen en producenten in de sector leren kennen om daar dan in de toekomst mee samen te werken. Is dat belangrijk? Ik denk dat wel, want ik bied heel graag goede producten aan naar mijn klanten toe. Het is niet zo dat ik zeg van dit helpt tegen rimpeltjes en dat niks doe. Ik wil echt wel graag met producten werken die hun naam waarmaken. Ken je al zo producten die bijvoorbeeld helpen tegen rimpeltjes? Nee, voorlopig nog niet. Dan hou ik mij enkel nog met de nageltjes bezig. Ja. Maar ik hoop dat dat binnenkort snel verandert. Okay. Wat vind je van de meisjes die meedoen aan de... Een hele toffe groep. We hebben elkaar nog niet vaak gezien, maar toch al bijna met iedereen contact gehad. En ja, iedereen is enthousiast, sympathiek en ik zie dat goed komen. Heb je tegen je omgeving al gezegd dat je meedoet aan een misverkiezing? Slechts aan een paar mensen, familie en vrienden, maar nog niet al te veel. En wat vinden ze ervan? Ze vinden het ook wel spannend en ze zijn heel benieuwd wat er allemaal uit de bus gaat komen natuurlijk. Hè. Okay. Super. Ik kijk met jou mee spannend naar het verdere vervolg. Ik wens je in ieder geval heel veel succes. En hopelijk een titel natuurlijk. Dank je wel. Okay.